Loop jij in jouw leven tegen moeilijke vragen aan en lukt het je niet de juiste antwoorden op deze vragen te vinden? In de serie Vragen te spreken behandelen verschillende sprekers jouw persoonlijke vragen over het geloof. Zo helpen ze jou een antwoord te vinden op moeilijke geloofsvragen. In deze aflevering een antwoord van Orlando Bottenblij. Sinds kort woon ik naast een moslimgezin waar ik goed contact mee heb. Nu vind ik het best lastig om met hen over het geloof te praten. Geloven moslims eigenlijk in dezelfde God? Deze vraag of moslims in dezelfde God geloven als de christenen. is een vraag die bij heel veel mensen leeft. Ook omdat we natuurlijk met heel veel moslims tegenwoordig in Nederland te maken hebben. In de eerste plaats moet ik zeggen: de uitdrukking God is natuurlijk een algemene uitdrukking. Waar allerlei inhoud aan gegeven kan worden. En zo zie je dat iedereen zijn eigen Godsbeeld heeft gemaakt. Dus je mag je nooit focussen op die term God. Je moet altijd kijken, ja maar wat bedoelt men met die term God? Zodoende merk je dat heel veel mensen kunnen zeggen ik geloof in God, maar als je door gaat vragen, dan kom je tot de ontdekking dat het een totaal andere God is van de ene als van de andere. De moslims geloven in God als zijnde Allah. Terwijl als het gaat om de Bijbel, om het geloof in Jezus Christus, dan zeggen wij als gelovigen, als christenen heel duidelijk, wij geloven in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus plotseling, met alle eerbied gesproken, krijgt God een gezicht. Dat is ook de reden waarom Jezus kan zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus als Allah dezelfde als God zou zijn van de christenen, dan zou Allah dezelfde moeten zijn als Jezus Christus. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Dat zal een moslim nooit zeggen, maar ook wij als gelovigen niet. In de tweede plaats, om het nog meer toe te spitsen, een moslim zal haast nooit zeggen dat hij een relatie heeft met Allah. Hij gelooft in Allah, maar meer zijnde. Een religie. Vandaar dat je ook merkt dat het een, religieuze, een, een religieus geloof is waarbij je heel veel dingen moet doen. Wij zijn geneigd vanuit Europa en als Nederlanders ook het geloof in Jezus Christus een religie te noemen. Terwijl er helemaal niets van religie in eerste instantie erbij is. Bij het geloof in Jezus gaat het meer om een relatie. Ik ervaar een relatie met God, ik ervaar een relatie met Jezus Christus. Dus dat zijn wezenlijke verschillen. In de tweede plaats, of in de derde plaats, als het dan gaat om het moslimgeloof, dan moet een moslim de hemel, zijn redding, zijn verlossing verdienen door goede werken. Dat denken sommige gelovige christenen ook, terwijl het niet mogelijk is. Integendeel. Ik heb een verlosser buiten mijzelf nodig. En daarom dat gelovigen beleiden dat Jezus Christus voor hun zonde gestorven is en is opgestaan uit de doden, waardoor ze kind van God kunnen worden. Dus is de God van de moslim hetzelfde als de God van de christenen? Nee, absoluut niet.